In de hellingloods van IHC Smit in Kinderdijk ligt een sleepzuiger gereed voor zijn tewaterlating. Aan weerszijden van het schip bevindt zich een zuigbuis waarmee tot 26 meter diepte kan worden gebaggerd. Het schip is het derde uit een serie van vier grote sleepzuigers waarvoor de Chinese Volksrepubliek een order plaatste. De opgezogen specie wordt opgeslagen en meegevoerd in de baggertanks van het schip dat ruim 100 meter lang en 17 meter breed is. Voor de voortstuwing van het dubbelschroefschip zorgen twee motoren die ieder een vermogen van 2700 pk hebben. Op het bedieningspaneel in de machinekamer zijn alle functies in twee talen aangegeven. Het eerste van de vier schepen is al onderweg naar China. Het tweede ligt in de afbouwhaven. En daar maakten we deze opname van het bedieningsinstrumentarium voor de baggerapparatuur dat op de brug is ondergebracht in een vooruitgeschoven post. Ook op de brug bevindt zich het paneel waarmee het lossen van de lading bagger uit de tanks wordt geregeld. In tegenstelling tot de 824 wijst de 825 de champagne glashard af. Maar desondanks glijdt het schip zonder haperingen uit de 34 meter hoge hellingloods het water van de Noord in. Onmiddellijk na de stapelloop werd de kiel gelegd voor de vierde grote sleepzuiger voor de Chinese Volksrepubliek, die in Nederland ook nog een tiental kleinere baggerschepen heeft besteld.